President Chandrika Prasad Santokhi is op 5 november met zijn presidentiële delegatie vertrokken naar Egypte voor het bijwonen van de 27e Conference of the Parties COP27. De conferentie vindt plaats van 6 tot 18 november. In Egypte zullen de wereldleiders de meest urgente kwesties over klimaatverandering bespreken. Bij zijn aankomst is het staatshoofd op zondag, gisteren, samen met zijn delegatie ontvangen in de hoofdstad Cairo door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen van Egypte, Mohamed Mokhtar Goma. De president heeft vanochtend in aanwezigheid van andere staatshoofden de meeting over food security bijgewoond. Daarnaast heeft hij ook de eerste minister van België, Alexander De Croo, ontmoet en een bilateraal gesprek gehad met de Venezolaanse president Maduro. De president bezocht ook het paviljoen, alwaar hij onder andere minister-president Rutte van Nederland heeft ontmoet.